Hallo mensen, welkom bij deze video. Dit is eigenlijk gewoon een kleine video ook, waar ik een beetje met mijn auto... Ik heb een nieuwe auto gekocht in de server om mijn Landenwijk. Lamborghini. Nou, niet echt veel speciaals, maar ik wil jullie gewoon een beetje dingen laten zien van mijn auto. Ik heb er zelf nog niet echt veel in gereden, dus ja. Ik moet ook een beetje uitkijken, want ik rijd altijd heel snel mijn auto de brak in. Maar ik ga nu op zoek naar een snelweg waar ik wel uit kan. Waar ik niet veel boek toe te maken. Ja, wat ik zei, ik spin wel vaak met mijn auto. Daarnet was mijn auto wel kapot, maar toen had ik een report gemaakt van game is niet eerlijk. Mijn auto was op de map. En toen nog een keer niet meer. Toen is even een stap aan toe kwam die ik mijn auto gewoon maat. Dat is fijn. Hier kan ik wel een beetje versnellen. Hier rustig aan, hier wil hij nog door de map in. Hij vraagt je af hoe kan je door de map in vallen? Ja, dat is gewoon een kleine dingetje nog. Ook hier is het misschien leuk om hard te gaan. Oh, zag je dat, Basky? Ik vind het echt leuk om hard te gaan met auto's en om auto's te kopen in dit soort games. In GTA sowieso ook gewoon online. Ik hoef echt geen roleplay te zijn. Online is wel alles duurder, dus ik vind de roleplay makkelijker. Roleplay is ook wel moeilijker om geld te verdienen, maar ja. Dat. Ik ga niet tegen de richting in, zal ik dat even niet doen, voordat iemand denkt die hetzelfde met mij wil doen. Ook al 300 ergens. Maar ik kan dus nooit goed auto's, nou, ik wil niet zeggen beheersen, maar onder controle hebben als je weet ik hoe snel gaan. Ik weet niet hoeveel plek dit is, ik ben nog nooit geweest. Ik ken de server nog niet heel goed. Al speel ik het wel best wel, nou niet lang. Misschien een maand. Het is een beetje op een koop van, maar het is het niet. Jammer, want ik kan nog een plekje weten. Daar komt van. Sorry, dat mensen, ik krijg wat een doel. What the fuck? Poepsie. Mijn auto die gaat. Hoeveel ANWB zit er in de map? Bro, ik zeg rem. Hoeveel ANWB zit er in de map? 2. Oh. Red ik dat? Dat red ik nooit. Shit. Oh, ik denk leuk video opnemen. Moet ik heel snel gaan rijden naar die ANWB. Niet dat deze kan, dan doe ik maar ver. Ik weet niet of dat mag. Boeit niet zoveel. Word maar geband. Nou, zo moet ik hier ook nadenken. Het is natuurlijk wel gewoon leuk om de regels te volgen. Ja, dat. En nog leuke, nou, het kan dus niet. Want ik weet niet of ik dat aan moet zetten, de comments aan. En nu staat het uit en ik weet niet of ik dat aan moet zetten. Kan, ja. Dus ik wilde zeggen zo van, weet jullie nog andere leuke servers, laat het achter. Maar ja, of andere leuke games. Achter, maar ja, dat kan niet, want nee. Ik denk dat ik het nog zelfs red naar de ANWB. Dat is heel knap. Als ik mijn auto nu niet op zit, dat ik niet verhaal aanrijd. Dat is een kast die zo van me. Het is ANWB, ja, trouwens niet zo. Zou je denken, je hebt die, nee. Ja, doe ik het lekker zo. Gaan we wel even aan de berichten. Kijken waar staat aan de. Wat is dit nou weer? Nee, wil ik allemaal niet. Ik wil gewoon rustig doen. Doe het. Niet meer vooruit. Ik sta boven een berg. Daar. Nou, ik ga gestuurd naar ANWB. In tussentijd gaan ze komen, hoop ik voor me. Nou, nee, dit komt een beetje heel erg bedreigend. Dat hoop ik voor ze. Even kijken.
Ik heb rond om te. Zo. Ik kan misschien wel even uitstappen hier. Een beetje mijn oud vertellen. Nou, ik heb geen idee. Ik zit ook wel een beetje hashtags in type, maar... Nee, oké. Er komt geen ANWB. Jullie hebben een beetje van mijn auto gezien. Ik kan misschien wel wat leuks gaan doen. Ik heb geen wapen op zak, maar... Hebben jullie ook nog wat leuks te zien vandaag? Ik vind dat de mensen bij de ANWB, maar... Helemaal zijn ik naar binnen bij de ANWB is er iemand. Maar ja, zoals jullie zagen, die auto ging opeens knipperen. Ja, dat is jammer natuurlijk als die opeens gaat knipperen. Ja, dan ben je die doen. Nou, ik breng natuurlijk wel echt niet wel echt naar binnen. Gewoon even lekker naar binnen. Ik denk dat het mag. Als de serverbaas dit ziet, dan ben ik waarschijnlijk een... Die maken ja, de kwijt van de weg van de server, mocht niet terugkomen. Maar ja, de mensen met drie politieagenten ontvoeren. Ja. Nou, dat is heel jammer voor diegene. Nou, mensen, dit was de video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Volgende video's zijn langere video's. Ik probeer een GTA roleplay, maar echt een roleplay met dit serie te maken. Ik moet nog alleen... personen binnen die mee willen doen, dus ja, dat. Maar dat komt wel snel eraan, dus dat wil ik wel even zeggen. Doei!